Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal. Welkom bij een extra uitzending van onze club, waar we vandaag terugblikken op de tussenronde van het Protos Wering zaalvoetbaltoernooi. En we pikken de draad op bij de wedstrijd Elim tegen Nieuwbuinen. Elim heeft na 3 wedstrijden 9 punten, Nieuwbuinen na 2, 6. Beide ploegen dus nog ongeslagen. En de eerste kans is voor Elim. Oh, wat een ruimte! Wat een plotselinge kans. En wat staat Nieuwbuinen te dromen? En wat laat Elim via Mike Tonnesen hier de kans liggen? 6 minuutjes. Nieuwbuinen overleeft deze situatie. En dan moet je oppassen in de omschakeling. Fijke, linkerbeen. Oh, bal! Het is de bal! Wat een potje dit. Fijke zou kunnen meegeven. Doet hij? Goal! Ja, daar gaat hij. Ja, je voelt het gewoon aankomen. Han Ming schiet binnen. Goeie aanval, goede loopactie van Nieuwbuinen en Elim. Ja, die kan er wel heel veel gescoord hebben vanavond. Maar deze ene tegengoal kan gewoon uitschakeling betekenen. En zal Elim zometeen een veldspeler moeten gaan brengen. Compleet andere situatie. Dit is een goede actie. En dit is een tweede. Het is een beslissing in dit duel. Hartenboer, die doet het voor Nieuwbuinen. Ja, Padding, nu ga je naar de kant. En nu komt er een veldspeler. 2 minuten, iets meer. Oh, die zit er lekker in, zeg. Jurie Benjamins. En dan denk ik dat we met nog 10 seconden te spelen kunnen zeggen dat het klaar is. Tenzij die bal nu wat breed gelegd. En dat die bal nu wat binnengeschoten. Maar die bal, oh, er komt nog een vrije bal. Die vrije bal gaat er nog komen. 100% zeker. Het publiek kan het veld in rennen. Maar er komt nog een vrije bal. En dat is ook terecht. Want die vrije bal, die overtreding werd gemaakt op 2 seconden. De bal moet naar de scheids. Wisselen, zegt Padding. Wil hij opnemen dan? Ik weet niet wat er nu gebeurt. Oh, ze zijn ineens afgelopen. Dit is merkwaardig. Die overtreding leek mij toch gemaakt voor de laatste seconde. En dit is de stand voor de laatste wedstrijd tussen Nieuwbuinen en Gramsbergen. Nieuwbuinen heeft aan een gelijkspel genoeg. Gramsbergen moet met 12 doelpunten verschil winnen. Lukt dat niet, maar wint Gramsbergen wel, dan is Elim de gelukkige finalist. Ga er maar eens lekker voor zitten, want het werd een spectaculaire wedstrijd. Elwin van der Veen achter de bal. Zo, de lat. Ja, het was natuurlijk Kelvin Jager. Zoals eigenlijk altijd. Kelvin Jager, de man is die schiet op de goal. Oh, daar is de goal! Nou, de zaal ontploft. En met name van de Elimieten. Dat rood-witte vak. Dat is ineens supporter geworden van Gramsbergen. 1-0. Tja. En dan is Nieuwbuinen aanzet. Schiet Gennissen op de kruising. Oh, scheelde niet veel hoor. Goeie speler, die Elwin van der Veen. Heel doelgericht met zijn linkerbeen. Hij test de vuisten van Chris en dan gaat hij winnen. Het is gewoon 0 tegen 2. Wat gaan we hier meemaken? Ik denk dat het Houtman was die de bal maakte. Ik gok Houtman. Die kreeg, dacht ik, de bal van Van der Veen. Die stond in de hoek. Goed, de stand, daar gaat het om. Oh, dit is ook lekker zeg. Fijke, rost die bal in de kruising. En zo is het voor 2-0, 2-1. Ja, we zitten de hele avond al te roepen, let op dat linkerbeen van Fijke. Gramsberg heeft niet geluisterd. Ja, maar goed, aan de andere kant. Fijke mocht ook wel een keer doeltreffend uithalen. Dat doet hij nu, maar 2-1, nog altijd de voorsprong. Van Gramsbergen en van Elim, mag je zeggen. Want Elim is ook Gramsbergen nu.
ook elke tegenaanval is natuurlijk ook gewoon gevaarlijk. Daar staat Van der Veen niet op te letten. Is het een overtreding? Nee. Het spel gaat door. Dus ligt hier ruimte. Voor die buiten zit vasthouden. Is het 2 minuten. Het spel gaat door. Maar komt er nog de kans? En de goal? Nee. Komt er nog een straf? Nee. Dat snap ik niet. Daar hoort toch nog een straf te komen. Voor die speler van Gansbergen. Voor vasthouden. Maar die komt er niet. Hier ontsnapt Gansbergen. En weer. Het schot van Fijken die los is. Daar komt de kans. Daar komt de goal. Je voelt het komen. Ja, wat een feest bij Helen. Kijk die... Die speler Houtman. Die zijn tweede maakt van dit duel. Is de held van Elim. En nu gaat hij weer zo plaatsvinden. Kan Nieuwbuin dat ook slim uitspelen? Ik ben ontzettend benieuwd. Je moet dan niet meer met die bal lopen, maar de bal laten gaan. En de bezetting moet goed zijn. Die extra veldspeler is nu aan de bal. Dat is Fijken. Dat is Hamming. Dit is Fijken. Maar wie wil die bal? Dit is een goede bal. Ah, die moet je maken. En die gaat erin. Kijk, dit is wel goed gespeeld. Goede bezetting. Gennissen die uiteindelijk het laatste zetje geeft. Nadat eerst al Thijs Hartenboer stuitte op doelman Joran Olsman. Nog 6 minuten en 30 seconden. 1 goal. En nu Buijnen is finalist. Fijken, Fijken. En karamboltje. En bal teruggelegd. En de goal! Ja, het is een kopgoal! Ik denk dat dit de eerste is in dit toernooi. En Gennis doet het! Koppen scoren in de wedstrijd dat je het moet doen. 3-3. Wat een apotheose. En nu viert de andere hoek feest. Ja, dit is wel mooi aan zaalvoetbal. Dit is wel mooi aan protestwering. Dat het van de ene emotie naar de andere gaat. Bal richting Jager. Oh, Jager glijdt uit, denk ik. Ja, maar houdt wel balbezit. Dat is knap. Dit is een duw. Ja, natuurlijk is het een overtreding. Jager wil hem snel nemen. Moet dan wel van Gennissen afblijven. Dat moet je niet doen. Gennissen zegt ook van, heb je het gezien? Nu vallen ze samen, maar wie doet wat? Ja, de vlam even in de pan. Gennissen uiteindelijk verstandig. Maar ja, het leed is al geleden. En wat hebben de scheidsrechters gezien? Komt hier een 2 minuten straf? Ik denk dat als je heel correct bent, geef je beide 2 minuten. Ja, en dat doet hij. Hij geeft hem aan de verkeerde. Maar de straf op zich klopt. Want hij geeft in ieder geval 2. Maar hij geeft hem wel aan de verkeerde. Want dit was Gennissen toch? Dit is terecht. Dat hier buiten beeld Kelvin Jager naar de kant gaat. Maar ze hebben de verkeerde nummers gezien. Oh, volgens mij is het nu ook door. Nee, ze hebben het nu door. Nu krijgt namelijk Gennissen geel en is het hersteld. Daar ligt ruimte, inderdaad. Nieuwbuinen met ruimte. Hartenboer. Leek Hens, mag door. Schieten, kappen. Waarom schiet je niet? Oh! Hij heeft helemaal gelijk. Wat is dit een wereldgoal? Thijs Hartenboer schiet de hoop van Elim aan fladden. En wat doet hij dat? Met een schitterende bal. 3-3 blijft staan. Nieuwbuinen viert al een beetje feest. En dan hebben ze het uitstekend gedaan. En na die 3-1 achterstand. Van der Veen. Yo, wat is dit? Van der Veen. Elwin van der Veen. Stand 4-4. Het kan nog steeds voor Elim. Jager staat klaar. Nou, Jager. Jager. Oeh. Die keeper, hoe die hem pakt, we weten het niet, maar hij pakt hem. 25 seconden. De bal is weer weg. De bal is weer weg, dus tijd stil. Nee, loop door. 20 seconden. Je moet hem wel nemen. Bal tegen het gezicht van Hamming. 16 seconden. 16 seconden. Bal weggetikt. Hamming, ja, fluiten wordt het gedaan, maar toch 10 seconden. 10 seconden. Wie wil die bal hebben? Oh, daar komt de kans. Oh, wat slecht geschoten. Dit is het laatste wapenfeit. Het is afgelopen. Nieuwbuinen plaatst zich voor de finale van het protestwering zaalvoetbaltoernooi. De 6e club is bekend. En dat is Nieuwbuinen. Komende
komende zaterdag. Zaterdag vanaf 11:55 kunt u het allemaal live gaan volgen. En dan zien we HZVV, Noordse Schut, MSC, ASVB, CSVC en dus Nieuw Buinen. Hoe is mijn oude lichaam? Nee, dat wordt gewoon steeds lastiger. Hè? Bijvoorbeeld als ik zondags gespeeld heb, dan ben ik dinsdag gewoon niet fit om echt goed te trainen. Dus, tel even snel, het is nu woensdag, avond laat. Zaterdagochtend moet je weer aan de bak. Gaat dat lukken? Ja, dit is 3 dagen. Hè? Dus, nee, dit is mijn laatste protos. En de eerste en de laatste keer dat ik in de finale sta. Dus dan ga ik er vol voor. En tot zover deze extra uitzending van onze club. Zaterdag zijn we terug met de finale dag van Protos Wering live op TV Drenthe. De uitzending begint om 11:55. Graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal.